De dag van de Marrons is de jaarlijkse collectieve herdenkingsdag en viering op 10 oktober van de strijd van de Marron-voorouders tegen onderdrukking en voor vrijheid. Op deze dag memoreren en vieren de Marron-gemeenschappen van Suriname de strijd van hun voorouders tegen de koloniale onderdrukking en het trieste en traumatische slavernijgebeuren. Een strijd waarmee zij het Nederlandse koloniale bestuur dwongen vredesverdragen met hen te sluiten en daarmee hun vrijheid en menselijke waardigheid te erkennen. De Communicatiedienst Suriname presenteert u een audiovisuele productie in verband met de Dag van de Marrons. Wij hebben met een vijftal Surinamers met een Marron, oftewel Fimang roots gesproken, over niet alleen de inspiratie en wijze lessen, maar ook de ontwikkelingsvisie die de Marron-historie hen leert. Vol liefde, respect en trots dragen zij die historie in hun hart. Ik ben Tupi, ik ben een Aukaanse dame, moeder, ontwerpster, kort gezegd kunstenares. En ja, ik doe waarvan ik hou en dat is mijn werk. Ik werk met natuurlijke elementen. Omdat Suriname groen is, gebruik ik wat Suriname heeft. Ik probeer dat wat wij hebben te promoten, zodat de buitenwereld kan zien dat wij kunnen roeien met de riemen die we hebben. Niet alles is import. Snap je? We hoeven niet alles te importeren om iets leuks ervan te maken. Maar als wij het zelf in huis hebben, kunnen we dat gebruiken. En qua spoken word zijn het gewoon dingen die ik heb meegemaakt. Kijk, ik kan niet een sani of ik kan niet een sani mee. Ik kan passen aan mij. Daarna kan ik passen aan jou of je jij niet peesje toch no no de. Daar. Als je me tegen aan mij en je familie om aan je aan mij, dan kan jij daaruit leren. Snap je? Dus vandaar dat ik schrijf. Ik ben kortom een kunstenaar die doet waarin ze zin heeft. Als ik moet praten over Juka Sama, dus Aladdin Buskonde Sama, dan gaat het diep. Snap je? Het is diep. Het is dieper dan nu. Wat mijn voorouders hebben meegemaakt is triest, maar het is ook het geeft me een soort van decatie en doorzettingsvermogens dat ik door kan gaan in het leven. Reden waarom? Zij hadden het moeilijker dan ons. Hun hebben moeten strijden. Het is bloed, zweet en tranen geweest. En wij hebben dat nu niet. Alhoewel men denkt van oké, jouw situatie is erg. Dat, weet je, maar als je het vergelijkt met de slavernij en wat ze hebben meegemaakt, dan was ben bon. Afasie van wel libi no no. De ganse ma voel, ben wie zit de beka libi zo. Isabi? Dus daarom altijd meer probeer voor woli, mi gaan wa hee. A voorbeeld zou ik me probeer ik te waarderen door te doen wat mijn voorouders gedaan hebben. Dus op zo'n manier probeer ik het laten leven, of ik geef het leven, ik geef het maak wat. Iets wat je doet en probeert te stimuleren, krijgt macht, krijgt kracht. In Berikan, if de man loe, you nooit know abbe abif loe, of longis masa wan kier you, of put you onder druk. Wat is dat? Je hebt het goed, man. In het binnenland verzorg ik workshops aan de vrouwen die niet naar school zijn geweest. Stel je eens voor, je bent naar school one day, maar je hebt kans om te komen en je hebt een kans om te komen. Dus na San de Medu en je bent naar het Meleli, je hebt een kabasitas, je hebt een kosi. Dus San is de kasteli, maar San kan het kan. Je kan gebruik de CFIT. Toch? Dus dat Medu en je bent naar het land. Ik vind het een opportunity voor hun om iets te leren en ze vinden het ook fijn. We hebben een man, Pansu, de Piki Fulowe man, die Feti voor de Fee, die Jalibi no no de Jalibi enya no, die leven in het nu. Ik wil zeggen dat je moet zeggen dat je moet zeggen dat je moet zeggen dat
te ibaka, abaka, ibaka, abaka amato weti. Dus wees er trots op. Pegeboren kom. Bika de gaan wafu feti, zodat je kan de ja no no de. Ef jabe feti kan de wabe de ja zo. Dat zei de ja bo breedi, fu de wansama, sa de meke taki yu konde. Je begrijpt, ef anabe den, wabe de. Dus wees er trots op, na den juka sama of sama, kasama of. Wees er ala den toal fulo, met je kwa eni wang. Taki na doen voor one day, taki de na 10 oktober dat je really pangi, dat je polo, dat je dit, dat je dat. Then alla day bika you, if je Schengen, dat je deze heeft. Dat is meke, ja, wees zo trots op. Meke de gaan wan libi godo eni, mianga you. Meke you do best voor giden Gandhi. Meke de trots tapu, de sama saude no. Ah, dat is ben wan te giden. Mang pansu baka boto boto ba kabuba fongfanga afi kanton safu ne safu ton lowe mang ma kankang utang Den Gandhi. Bolo, sweti, wata aikai. Dede sikimbe laima, toku so den bali, hai. Nati demo, nati demo, nati demo. Na tide den fowi na tide den koliwi na tide den safuwi den Gandhi mitisani den Gandhi mitisani den party picking fu mama den Uyu mang ayana ne de seli yu piking. De Gandhi miti sani. Baka buba. Tanga wiwi. Soso futu sondo adaya anga pikia ubaka ulowego chanda. Ne okoti busi meke foto go nyanyang. Se kause fifukang fi tawang. U tanga wabi dekyati bika ufi fosi den fi ufi fosi den fi fufi den fi mangpansu fi mangpansu fi mangpansu mia baka picking fufi mangpansu. Zo, so, Marinus B. is intussen een volwassen man, geboren in Mongo, in het district Marowena, maar opgegroeid in Paramaribo. En iemand die gelooft dat ondanks vele uitdagingen, je door hard te werken, je jezelf kan opwerpen naar het hoogste niveau. En als ik kijk naar mijn voorouders, hun strijdvaardigheid die ze hebben tentoongesteld, ook dat mee te nemen. Ja? En ik denk dat uiteindelijk, wanneer je dat vasthoudt, ja, je kan groeien. Ja? Je maakt een weg voor jezelf en ook voor anderen. Ja? We kijken niet makkelijk naar wat niet kan. Ja? Onze focus is wat kan. En met dat gegeven zitten we vandaag hier in de voorzitterkamer, werkkamer van de Nationale Assemblee.
Ze zijn altijd als overwinnaar uit de bus gekomen. Want u moet ervan uitgaan dat toen ze vertrokken zijn vanuit de plantages, ze niet wisten waar ze naartoe gingen. Ja, uiteindelijk is het hun geluk om een vredesovereenkomst af te dwingen. Ja, dus ze zijn als winnaar uit de bus gekomen. Geloven in jezelf. Geloven in niemand anders gaat het voor u doen. U gaat het zelf moeten oppakken. En dat is de reden geweest waarom onze voorouders uiteindelijk hebben gezegd, we gaan actief participeren aan de politieke strijd in Suriname. Niet voor niets. Ze hadden een geloof van, als je niet in het bestuurscentrum bent, ga je niet groeien. Ja? Er zal altijd een achterstand zijn. En dat proces van het wegwerken van onze achterstand is al ingezet. Er zijn duidelijke contouren waarbinnen het ontwikkelingskader zal moeten plaatsvinden. En daarvoor gaan we. Ja? Omdat wij geloven dat wanneer je samen in een multi-etnische samenleving woont, dan moet je ook actief participeren. Je moet ook een bijdrage willen leveren. Ja? Door geloof te hebben in jezelf, geloof te hebben dat je het ook kan. En we positioneren ons als zodanig. U heeft een aantal namen genoemd waar ik me helemaal in kan terugvinden. Maar het zou me te ver voeren om hier een aantal namen te noemen, want die zijn er veel. Ja, kijk, we hebben een inspirerende leider. Ja, de partijleider van de ABO. Dat is van het recente verleden. Ja, wij hebben hem van dichtbij meegemaakt. Ja, hij had een geloof. Hij had een briebie van, met deze groep wil ik die kant op gaan. En nu zijn we zo ver om te zeggen van, maar niet alleen de groep, maar samen met alle anderen die in Suriname wonen. Ja, willen we de zaak oppakken en zeggen van, dit land gaan we ontwikkelen. Mickey, wie gebruikt 10 oktober 2021. Ik heb een moment die bakka voor bezin, maar ook te evalueren. Sana positie voor wie nou en pewego. En if we do dat it op een correcte manier, dan denk ik dat we een aantal jali a positie voor ze verbeter bombo fasi. We a bibi dat je a passie zou koti, of de een passie zijn steeds omhoog. En dat je bereik pewego. En nu is man om te abaka. Ja? Alles maar om te nemen in je ontwikkelingstraject die we zetten in. Ja? Voor zorgen dat je een groepje of je verhef aan condesana. Ja? En mijn marines bij, en ik van mij de nono, ik wil niet de deel en onderdeel voor het proces. Bij. En na sommige kai alata buskonde piking. Ja, voor Abi Abibia in de CFI en Libi Makandi en Adentawan die Udia in Yakonde Sana, voor Ukan Chai Sana, Gotapuamo, Heinifo en Kekonde. Obed Kanape is een FIMA, geboren op 28 september 1993. Die Tabiki aan de Njukaliba. Dat is de Tapanahoni rivier zoals men dat kent. Ik ben een bevrijdingsdenker en ik hoop ook in mijn uiting dat ik dat overbreng aan de samenleving. Ik denk dat ik vanuit Abibi, dat ik wat die wan gaan van die woord om het eigen leven, je eigen leven op te pakken, je eigen bestaanszekerheid te creëren. Want dat zit voornamelijk in die vier mandinki en ook vanuit de inheemse hun uitgangspunten, dus hun Farebakarasani zelfredzaamheidsuitgangspunten, dat
Chinang apching, moranga moro, yes, she denk den bradanga safu, inabus kondre, eko opoko moro na fesifu kong. Take de egi Libya, egi ontwikkeling de in de egi ano. En ik denk dat de samenleving dat merkt. Ik zal geen boezieningen definiëren, ik zal vier man definiëren. En dat is iemand die vanuit de gedachtegang opereert vrijheid naar moro bigi gudu die wans makan abi. En kennis, egia vrijheid. Maar te abi sabi, na ambeweki ook te voeduan sani. Want sabi edrijf na mama pisi voor bevrijding. Totak bevrijding is niet mi vri da is dong. Maar mi vri voor gomoro vara en hoor mi vri lek amoro bigi gudu dim abi. Dat is wat vier man meester. Mi, Winston Adaba. Ik kom uit het dorp, die de kaai benanu. Benanu dena tapanaoni. Tapanaoni liba we kaai en chuka liba. En daar ben ik zeker trots op. Voor mij is dag der maron, Fimandi, hoe kan kaai, een heel bijzondere dag. Het is een dag om te bezinnen. Een dag om te herdenken wat onze voorouders allemaal hebben meegemaakt. Onder het regime van de Nederlandse kolonisator. Voor mij is het een heel bijzondere dag. Gimme adia na wan depe, ala de bala voor mij, ala de sisa voor mij, ala de maron bala nga bala wan sisa. Mok bondu wan kofu, fukato wan, dikara sande manke ete. Ik denk dat onze voorouders dat zeker zouden willen hebben en er trots op zullen zijn als dat mag gebeuren. Ik wil mijn dank daar nog zeggen. Daar ik in leven ben, wil ik mijn dank toch wel geven aan deze leiders, onze Maron-leiders die we gehad hebben. De Masoiwa Passi van Muwaka. En daar ben ik trots op. Om eerlijk te zijn, heb ik inspiratie gehaald uit mijn oom, zalig Alindi Caprino. Hij was ook een goede strijder in onze Maron-gemeenschap. En hem heb ik wel in levende leven kunnen meemaken. Dus van hem kan ik het meest praten, want van hem heb ik ook heel wat geleerd van onze geschiedenis. Ik heb van Beta Kenjonso de Kaba, Asansa Miwani, Pasa, Natakiu Bondu, Wankofu. Dag der Maron is een dag om alle Maron broeders en zusters bij elkaar te brengen. Fukan Kingi Paxianga Makanda. Fokanto wang ondo ala destama. Ik denk dat die na mo belangrijk zijn is ook al doen. No. Madina budi dia e bakareti de no mi ke e pi konde. Madila te di dia e jankuli ba de no mi ke e pi lese. Mama ko konda dai ta fa biga bakao. Make konda dai manu be manu fumi. Biga da tangalo bi wan pesiki. Make konda dai manu be manu fumi. Mase di mi go mi awata boka ga ma pisi ala o non ala mkosi de doife doife uzembe la wade gadu de ata wata di e di e doife uzembe ba ata wata di e di e doife uzembe ba ata wata di e di e doife uzembe ba doife uzembe kwete de konu de Ik ben een trotse nakomeling van de slaafgemaakte, dat kan ik alvast zeggen. Omdat er heel veel waarde is aan de strijd die mijn voorouders heeft verricht voor het voorbestaan en het
oprichten en stichten van de generaties die ervoor heeft gezorgd dat wij als nakomelingen vandaag de dag hier kunnen staan. Behalve de strijd die ze gevoerd hebben, hebben zij ervoor gezorgd dat ze een generatie hebben achtergelaten die een bijzonder kenmerk heeft, een cultuur heeft, een karakter heeft, een eigenschap heeft. En wanneer je ons ziet, dan herken je een nakomeling van de slaafgemaakte, als het nou een Saramakaan is, als het nou een Matawai is, als het nou een Alkaner is, aan de persoon die hij is. Ik denk veel aan hoe wij als nakomelingen van de slaafgemaakte ervoor hebben gezorgd dat de waarden en normen van onze voorouders vandaag de dag zijn verwaterd. Dat wij de respect die de mensen hadden toen de tijd voor elkaar niet meer hebben. Er zijn heel veel dingen, heel veel eigenschappen, heel veel waarden en normen die de mensen hadden toen de tijd, die nu zoek zijn in onze gemeenschap. En soms doet het pijn om te denken van dat je helden had in je gemeenschap, dat je mensen had in je gemeenschap naar wie je kon opkijken. Mensen die voor elkaar klaar stonden. En dan kijk je vandaag de dag naar het leven, naar de samenleving die er nu is. En dan heb je spijt. Dan is de moeite die de mensen toen de tijd hebben gedaan om deze gemeenschap eigenlijk te stichten, dan heeft het geen waarde meer. Wat je moet doen om dat weer te waarborgen is, kan je niet concreet zeggen. Maar ik denk meer aan de individuele keuzes die we maken. Ik denk meer aan de individuele ideeën en gedachten die we hebben. Ik kan het idee wat ik denk dat goed is niet imprinten in iemand anders zijn hoofd. Je kan een mens bewust maken, maar een mens kiest uiteindelijk ervoor wat die wilt waarderen. Als ik vooruit denk, dan hou ik een beetje mijn hart vast. Want er zijn heel veel dingen waarvoor wij behoorlijk veel weerstand moeten kunnen bieden. Heel veel ontwikkelingsvraagstukken, heel veel dingen die er gebeuren, waarvoor we een weerstand moeten bieden. Politieke ontwikkelingen, politieke keuzes die door mensen gemaakt worden, individuele interesses, dingen die te maken hebben met machtzucht, hebzucht en geldzucht. Filosofisch kijk ik op naar mijn overgrootopa, en dat is Daniel Boikony. Men zegt veel Aboikony, maar de naam, zijn persoonlijke naam was Boikony. En vanuit hem is de naam Aboikony ontstaan. Hij was een filosoof van karakter. Hij was een man die kon denken oplossinggericht. Hij dacht altijd oplossinggericht. En hij heeft heel veel stempels gedrukt in de samenleving. Niet alleen in de Saramakaanse samenleving, maar ook in de totale Surinaamse samenleving. Politiek, toen de tijd van Pengel, heeft hij een politiek teweeggebracht in het binnenland van Suriname. Ik heb piki, hier is hem bij, Samaka zijn bij, toen Tahenda, hier heb je zee. Nou, die deze gaan zijn bij mee, want wij hier heb je zee. Maar hier heb je zee, hoe die massa gaan gaan bij, hoe man wakko do libi zijn bij, die moest je chaius, libi go kufesi. Hier heb je zee, en de gaan zijn bij, voor leeuwe afesi, Tahenda, de thee die kerdi de biabi, hoe sa feti, hoe mee deze zijn bij, hoe de koffie. Toen na goa pandasi, Kusalugu tahenda deze bij debi dia pandasi sato na kofi di kede dia uden dueti. Nika fu kubret di kena nde fu feti da wisei fu sambi wisei tahenda uden wa fisi sembe tu. We bika e sindo pi tahenda wa sembe musuda inya abuka no henda hangi oki. Ma henda e te wisi kwa sefu tu sei ta jumbo no jumbo go suku yenya e sei no henda te yuke no itanya te hangi kisi no ike no itanya ambe dami. Mi, mi na mi, te mi talibi kumafa yuke. Mi, na mi, te mi ta du, andi yuke fu mi musudu. Mi na mi, te mi ta chadi fasifa mi de, go kubaka, webiga mi lobi fa itake, mi musude. Ambe da mi. Mi, da mi, te mi ta chadi fasifa mi de, go kufesi. Mi da mi. Te mi ta luku ta henda mi abi di waiti di de gansembe o mi bi di sadami. Mi, mi da mi. Mi da mi te matabu ta mi sei a wafasi da oto sembe musko saka.
mi da mi te mi ta hopo mi sei mi hopo mi yeye mi hopo mi aka mi da mi te mi ta hoi di fasi fa mi de na hei biga mi sabi ambe da mi mi da mi